en mij hebben net de voorstelling bezocht van Micha Wertheim en Velofsky. De voorstelling Vurenhout en Ebbenhout. Hoe zijn jullie al begonnen? Ik kom er net aan. Applaus! Nee, geen hand, sorry. Ik heb mijn hand verschrikkelijk beschadigd tijdens de doorzagen. Dat is een ander verhaal. Was er ook een cello op de voorstelling? Ja. Wat was er met die cello? Die was doorgehakt. Nee, die heeft hem opengemaakt. U heeft hem doorgezaagd. Nou ja, ik was op zoek naar de muziek. Het is een halve cello. Ja, dat was eigenlijk niet de bedoeling dat u open zou maken. Kunnen jullie me meenemen in het ontstaans... proces van de voorstelling? Het verzoek kwam bij mij binnen of ik een voorstelling wilde maken voor de Cello Biennale. Omdat zij gehoord hadden dat ik vroeger altijd cello plankjes bouwde voor mijn broer die cello speelt. En toen belde de Biennale, het was al meer dan een jaar daarvoor, deed het, ja maar met welke cellist ga je het nou doen? En ik dacht, ja maar het is nog lang niet. Ik werd een beetje recalcitrant en toen dacht ik, weet je wat, ik zaag die cello gewoon door tweeën. Ik snap niet waarom je zo verontwaardigd bent. Hij was waarschijnlijk al kapot toen ik hem kreeg. Dan moet die muziek nog ergens zijn. Dan kom je bij een zingende zaag en bij een theremin. Die klinkt als een cello, maar die voelt... En daar is eigenlijk... Velofsky was toen onhaalbaar. Ik denk, maar ik vraag het gewoon en wie weet wil ze. Maar ik vond het zittend leuk meteen het idee van een zaag... die ook een beetje klinkt als een cello als je hem tenminste laag speelt... en waarvoor je ook een cello strijkstok gebruikt. Dus er is verwantschap. Die was doormidden gezaagd. Doormidden gezaagd? Ja. Waarom? Omdat hij dacht dat er dan muziek uitkwam als hij het opende. En was dat ook zo? Nee. Was er ook iets in die cello? Ja. Een poppetje. Een soort wezentje. Meisje. Nou, viel me ook op hoe... Ja, hoe geconcentreerd de kinderen aan het, en hoe erg ze aan het meeleven waren. Wat zijn er de trucs voor? Zeker bij kinderen hoef je niet te zeggen, jongens, we gaan naar muziek luisteren, dat is belangrijk. En ga nou maar stil zijn, dan hoor je de muziek. Dan snappen ze niet waar ze naar moeten luisteren. Kinderen zijn in principe in alles geïnteresseerd. Dus volgens mij moet je bij een voorstelling, maar dat vind ik ook bij grote mensen eigenlijk. Ik maak voorstelling ook voor grote mensen. Je moet meteen zorgen voor onrust en een probleem. Dus eerst is het, ik ben er niet. Dan is het, ik ben gewond. En vanaf dat moment... kan je alleen maar denken, maar hoe moet dat nou? En nog als er iets gebeurt, is het volgende probleem er al. Ik heb een oplossing. Ik heb namelijk een instrument gevonden, dames en heren, jongens en meisjes, wat vele malen meer kan dan de cello. Het is veel minder oud, want een apparaat van de cello waar je Bionade mij gegeven had, laat me wel wezen, dat was 300 jaar oud. Dus dat was ook niet dat je denkt, ze hebben er veel vertrouwen in. Wat voor instrument heb je eigenlijk gehoord? Dat een vrouw met een strijkstok en een zaag ging spelen. Met lepels ook. Lepels, ja. Zelfs een lepels kun je mee spelen. Maar dan maak je het dus wel zelf. Dan heb je geen iPad voor nodig. Kijk, dat doe je zo. Een beetje fanfare. Dus waar zit dan de muziek? Die zit dan in het jou, wat jij maakt. Als jij erin stopt, dan heb je muziek. Nee, ik snap het als je het zelf doet. Wat is nou muziek? Toen kwam ik ineens met dat liedje van Wat is toch muziek? Waar zit het dan? Wat is nou muziek? En dat blijkt eigenlijk ook gewoon toevallig per ongeluk de kernvraag van de voorstelling. Maar als ik zing, dan is er ook muziek. Wat zijn jullie nou eigenlijk aan het drinken? Cello Biennale. Cello Biennale.